Dit is Café Weltschmerz. Mijn naam is Kees van der Peil en ik heb het genoegen om hier te spreken met Pieter Stuurman. De meest gelezen en meest schrijvende bijdrageleverancier van zowel de andere krant als Gezond Verstand. Wat ons hier samenbrengt is een gedeelde bezorgdheid over het gebruik van politieke etiketten binnen de, ja, je mag nu toch langzamerhand wel spreken van een verzetsbeweging. Ja. En ja, mijn persoonlijke inzet is daarbij dat ik het enorm moeilijk vind om me voor te stellen wat nou eigenlijk zou gaan gebeuren als het verzet, ik zeg steeds erbij tussen aanhalingstekens, het zou winnen. Mm-hmm. Hè, krijgen we dan een boerenregering of krijgen we een kabinet Baudet, mm-hmm, enzovoort. En mijn gevoel is eigenlijk dat het perspectief van maatschappijverandering, dat ontbreekt. Dat er nergens ook maar de geringste aanwijzing is hoe een andere samenleving, behalve dat Rutte dan weg is en de NOS misschien een nieuwe redactie zou krijgen, noem maar op. Maar wat er dan zou veranderen. En ja, ik denk dat het los uit de pols gebruik van links en extreem rechts tegen elkaar. Van de termen bedoel je? Ja, van die termen. Dat ertoe leidt dat het perspectief van maatschappijverandering ook wordt geblokkeerd. Want niemand durft meer iets te zeggen. Nee. Voor je het weet word je uitgemaakt voor extremisten aan de een of de andere kant. Ze worden alleen nog maar gebruikt als scheldwoorden. Ze hebben geen inhoudelijke betekenis meer. Precies. Ze verwijzen niet meer naar iets wat nog in de politieke werkelijkheid, voor zover dat geen contradictie is, nog bestaat. Hè? Precies. Maar dat is inderdaad wel heel opvallend. Maar ja, wat ik voornamelijk meen te zien is dat het hele politieke bedrijf geen basis meer heeft in de werkelijkheid. Zoals je dat vroeger had, in de jaren 60, 70, toen was de politiek altijd een soort van afvaardiging van een brede onderliggende volksbeweging. Ja. Je had de socialistische volksbeweging, die hadden hun eigen krant, ze hadden hun eigen omroep, ze hadden maar ook een eigen afvaardiging in de politiek. Ja. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de